Eigenlijk 2 jaar geleden gingen we iets meer met elkaar praten. We hadden toch een beetje wrijving, soms her en der. En dat vond ik jammer, omdat wij elkaar heel lang kennen. We kennen elkaar van het begin. Toen Albert begon met zijn bedrijf, hadden wij een hele goede verhouding. We praten met elkaar, advies over contracten. Ik was natuurlijk met de televisiewereld best bekend, zeg maar. Ja. En toch ging Albert zijn eigen weg. En Janine zei altijd, Albert wil gewoon zelf bewijzen, laten zien dat je... Weet je, tegen zijn vader, tegen zijn zoon aanschopt. Ik zal wel laten zien dat ik het kan, ja. Ook zonder jou. En ik heb daar altijd bewondering voor gehad. Want vaak, toen in de tijd met John Mol... John was een kleine producent, wij waren al groter... En alle mensen om me heen, die programma's zijn niks. Ja, wacht maar af. Je zag het per jaar beter worden. En bij Albert zag je ook per jaar zag je het groeien. Dus ik hou ervan om dat goed in de hand te houden. En vanaf welk moment, want als de zoon of ze zelfstandig gaat produceren, ja. In het begin denk je, wat lief, wat leuk. Maar op een gegeven moment denk je, vind ik wel jammer dat dit gaat best wel goed. Ja. Wanneer was dat moment? Nou, hij heeft een aantal titels gehad. Ik heb Annie nooit kunnen produceren. Dat vond ik even de leukste musical. En daar had ik de pest over in dat hij dat had. En wij deden de Sound of Music. En opeens had Albert de rechten van Sound of Music. Dus hij pikte af en toe dingen weg waar even niet op gelet werd. En ik bouwde een groot internationaal bedrijf op. Hè, want steeds entertainment is het bedrijf wat ik in heel Europa of in heel de wereld heb. Groot bedrijf, 3.500 mensen, 28 theaters, gaan we door allemaal. 14 miljoen bezoekers per jaar in 2013, omzet van 550 miljoen in 8 landen, heel groot. Ja, dat weten mensen in Nederland eigenlijk niet, want dat is echt een heel groot internationaal bedrijf. Dat is voorbij. En daar is, zeg maar, Joop van Nelle Theaterproducties, was daar het begin van. En het mooie is, Albert, jij begint dan, hè? Uiteindelijk. Jij hebt hier al eerder gezegd dat je zei, nou, eigenlijk is het een soort passie wat je doet. En de mensen geloven het eigenlijk niet aan tafel. Maar als ik zie dat jij ik heb cijfers proberen op te zoeken van jou. Maar ik kwam pas van 2011 en van het rest daarna waren er geen cijfers meer te vinden. Maar in 2011, zegt al genoeg, had je een omzet van 12 miljoen, maar een winst van 3 ton. Dat betekent dat je eigenlijk ben je aan het pokeren met musicals. Dat is wat je hebt gedaan. Ja. Want het is gigantisch risico. Het is een enorm risico. En het is ook een risico, en Joop kan erover meepraten, wat ik altijd persoonlijk heb genomen. Het is altijd mijn eigen geld wat ik ingezet heb om dat pokerspel te spelen. En soms komt het geld terug en soms komt het niet terug. Maar ik heb het altijd gedaan dat ik het zo'n prachtig vak vind. Omdat ik oprecht kan genieten van de talenten die bezig zijn. Van het enthousiasme in een zaal. Maar ik moest natuurlijk ook op mezelf denken. Ik kan niet wild gaan pokeren. Ik moest het wel door dag doen. En ik heb gemerkt, en dat is ook waarom het zo prachtig is... dat wij samen in contact zijn gekomen de afgelopen 2 jaar... dat we veel met elkaar gepraat hebben. Dat ik voelde, ondanks al die prachtige titels... Ja. Dat ik voelde dat ik tegen een plafond aan zat. Dat ik niet meer kon investeren, ook niet meer wilde investeren. Daardoor blijven je shows op een bepaald niveau zitten... terwijl je eigenlijk meer wil. En de samenwerking die we nu hebben... betekent dat er meer, vooral in reizende musicals... geïnvesteerd kan worden. Ja, want Job heeft met name vaste musicals. Ja. Dan maar vaste theaters. En jij met name gaat door het hele land. Ik ben met name reizend. En dat betekent altijd, want het is een dure vorm. Hè, want je moet bussen, je moet trailers... en er moet gebouwd worden en gebroken. Technische ploegen. En dat is altijd duurder dan in een vast theater. Althans, de reiskosten zijn duurder. En nu kun je zeggen, luister... nu kunnen we extra investeren om het publiek... dat in zijn eigen stad naar het theater gaat. Want dat moet blijven, weet je. Je moet lekker... Natuurlijk moet je naar Scheveningen, naar Utrecht en naar De La Mar. Maar je moet ook lekker in je eigen stad naar het theater toe kunnen. En daar moeten mooie dingen te zien worden. Hij promoot nu Scheveningen. Dat weet ik nu, dat was in januari moeten. Ja, wat ik heel bijzonder vind aan deze constructie... In principe, Joop, jij bent het grote bedrijf. Ja. Albert wordt overgenomen met zijn bedrijf. Hij komt bij je werken ook, als de man die het moet gaan doen. Dat zo groot, zo succesvol is geworden. Ja. Met eigen geld, vanaf helemaal niets. Ja. Naar zo groot mondain. Ja. Dat als je het overgeeft, al heb je alle vertrouwen van de wereld in Albert Verlinde. Ik laat mijn kind achter bij iemand anders. Maar daarom was het een hele emotionele dag voor allebei. Ik bedoel, vanaf 1 januari bestaat er geen Joop van den Ende Theaterproducties meer. Dat wordt steeds Nederland. Steeds Entertainment Nederland. Vanaf 1 januari bestaat er ook geen Albert Verlinde Entertainment meer.
Dus we hebben vandaag allebei een lange dag achter de rug. Maar het is een feest om hier te zitten. Om te ja. Maar we hebben allebei een lange dag achter de rug. Waarbij je eerst het personeel, wat niks wist, moest vertellen wat er speelde. En dat is, hoe groot of hoe klein een bedrijf ook is dat emotioneel voor de mensen die er werken. En bij mij is het helemaal dat je echt natuurlijk opgaat en samengaat met een ander bedrijf. Maar het is ook emotioneel als je het vertelt. En als je ineens realiseert, en dat hadden we vandaag even toen we vlak voor die perspresentatie zaten bij elkaar in de ruimte. En dan kwam Janine er ook bij. En het was echt emotioneel dat je toch je kind loslaat. Ik heb alleen gezegd, ik hoop oprecht dat Joop... dat ik die rust kan geven. Dat hij denkt, potverdikkie, dat gaat goed. Dat wat lekker. Ik hoef niet iedere dag te bellen of te checken. Of ik hoop en ik denk, en daarom heeft het zo lang geduurd, dat ik het vak zo ben gaan beheersen. Niet in die grootte die ik nu ga doen. Maar ik heb wel 15 jaar lang heel veel musicals geproduceerd. Ik weet hoe ik met geld om moet gaan. Ik weet hoe ik met sponsors om moet gaan. Ik weet hoe ik het publiek moet benaderen. Dus eigenlijk wat Joop altijd gedaan heeft, heb ik op klein vlak altijd gedaan. En nou komt mijn stap 2. Wat wel dan lastig is, jij hebt het altijd met eigen geld gedaan. Nu ga je met andermans geld doen. Ja, dat is makkelijker. Ja. Dat is veel makkelijker. Dat is hartstikke makkelijk. Ja. Maar ik denk dat daar hebben we ook best veel over gesproken. En dit is gewoon een bedrijf waar allerlei investerings... comité zijn. Ja, maar, ja. Hè, dat, je begrijpt wel dat niet zomaar allemaal kan. Maar je neemt de risico's. En het is, als je dit vaak beoefent, als je televisie maakt, dan wil je weer het lekkerste programma. Dan wil je, hè, en als je musical produceert, dan wil je de beste titels, maar dan wil je het ook kunnen maken. Zo voor de komende tijd. Want het is, vandaag is een feestdag, maar het werken gaat beginnen op 1 januari. En van mij dan heel concreet op 1 maart. Dat kan ik nu pas doen omdat ik alles geleerd heb in die 15 jaar. Ik heb successen geleerd, maar ik heb ook geleerd dat het in theater zo gewonnen is. Ik bedoel, het is zo weg. Ik heb ook geleerd om tegenslagen op te vangen. Hè? Dus als je zakenpartner ineens weggaat, om niet kruipend over de vloer te gaan denken, oké, maar hoe lossen we dit nu op? Wat gaan we doen? Dus ik denk het feit dat ik niet bij de eerste crisis onderuit ga, dat is iets wat ik heb moeten verwerken. Dat heb je nodig als je zo'n groot bedrijf gaat leiden. En blijf je gewoon boulevard doen? Ik blijf gewoon boulevard doen. Want dat is ook nog een tijdje geweest dat je geen dingen bij boulevard wilde hebben. Omdat je dacht, ouwe doet alleen maar zijn eigen musicals. Ja toch? Dus allemaal, dat oudsher is allemaal weg. Maar dat heb je niet verteld toen wel. Dat oudsher is helemaal weg. Ja, maar dat is al een tijd weg. Ja, oké. En toch, de invloed van Janine is heel belangrijk geweest ook in deze beslissing. Ja. Heeft zij op een gegeven moment... Ja, als je raad vraagt en het is natuurlijk... Ik ben eigenaar van het hele bedrijf. En ik zal altijd mijn mening geven, dat is duidelijk. Maar iemand de ruimte geven... Het werken 3.500 mensen. Ik heb een allerlei managers. Ik heb Rusland een jongen. Die hebben Janine en ik 9 jaar geleden gekozen toen we daar waren. Dirk Sauer stelde 3 mensen aan mij voor. Die werkt nog. Die heeft nu... Daar gaan 4 shows draaien in Moskou van ons. Daar gaan op jaarbasis 1,2 miljoen mensen... naar theaters. Alleen de roebel is wat gezakt. Maar voor de rest gaat het heel goed daar. Albert, kan je nooit zorgen dat als je dit hoort, zo'n bevlogen betoog van doorwerken, dat je dan denkt, ja, je kan het zeggen. Mm-hmm. Gaan we er niet mee bemoeien. Maar hier zit iemand die zich overal altijd met de plintjes nog bemoeid heeft. Wat ik zeg, ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn persoonlijkheid, met mijn ervaring meeneem, dat ik ook weet hoe deze meneer denkt. En dat ik weet wat de uitstraling moet zijn van het bedrijf. En ik hoop oprecht dat... Het is ook een mannetje hoor. Het is niet zo dat hij... Nee, ik hou ook alles in de gaten. Dus tot iedere uitnodiging aan toe. Of van waarom zit dat niet zo. En ja, dat is de aard van beestje. Daar doe je niks aan. Dus ik zei vanmiddag al grappend. Ik hoop dat we op een gegeven moment allebei naar onze telefoon kijken. En denken dat hij kapot is. Omdat de ander al zo lang niet gebeld heeft. Dat we echt lekker bezig zijn. Maar dat je nooit de rust ervan. In het competitiegevoel tussen die twee partijen, dat je dacht, nou koopt die grote haai, die koopt eigenlijk dat kleine haartje op en gaat competitie klaar. Nee, ook omdat het dat niet is. Het is het samengaan van twee bedrijven. Natuurlijk zijn mijn aandelen overgenomen, maar ik word algemeen directeur en mijn directeur komt mee. En we gaan touring, dat wat mijn kwaliteit is, die tourende producties, dat wordt een aparte afdeling binnen het bedrijf. Dat was er niet, dat komt mee. Dus vanmiddag zei iemand tegen mij van, kijk, puur technisch gezien is het geen fusie. Maar creatief is het wel een fusie.
En dat is eigenlijk zo beschouwd. Ja, dat is waar, dat is de ambitie. Ja, dat is waar, ambitie. Nee, het is... maar anders moet je het niet doen. Als ik denk van, oh, nou, gelukkig weet je wel, mijn bedrijf, wat is dat leuk? En het is leuk, je kunt heel goed rekenen. Niet goed genoeg, maar je kunt leuk rekenen. Oh, het is meer of dat ik zeg helemaal niks. Ja. Maar dat is niet alleen. Want ik heb een prachtig bestaan. Boulevard is fantastisch. Ik heb fantastische vrienden en familie. Dus ik kan ook zeggen, jongens, ik geloof het wel. Ik doe het alleen omdat ik echt in deze nieuwe samenstelling geloof. En echt denk dat ik er iets van kan maken. En nog mooier kan maken dan Joop het al aan mij heeft overgedragen. Dat zijn mooie woorden. Ik hoop niet dat deze zit. Ik weet niet dat je rug heel slecht is nu. Ja. Dat het niet te erg... Heb je heel erg last van? Nee, dat kan het gaat goed. Ik manage het. Ik ben heel erg benieuwd wat daar... Dat verhaal wat daar... Dames en heren, Joop van Ende en Albert Klink.